Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie nieuwe producten van Essence zien. Essence heeft twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste is in februari met producten van het voorjaar. De tweede is normaal gesproken in augustus met producten voor het najaar. Maar Essence heeft ervoor gekozen om dit keer de producten in mei al in de winkels neer te leggen, om uit te brengen. Het is wel een hele kleine collectie. Essence heeft echt heel weinig producten uitgebracht. Althans, ze hebben wel veel producten uitgebracht, maar meer uit dezelfde lijn. Dus niet heel veel nieuwe producten. Maar toch wilde ik jullie alvast die nieuwe producten laten zien, zodat je een beetje weet wat er in de winkels ligt. En ik eigenlijk altijd deze updates ook in videovorm doe. Dus ik dacht, nou, ik ga dat gewoon alvast doen. Ik ga de producten overigens niet swatchen, want dit kan gewoon niet voor mijn foto's. Maar ik ga je er zoveel mogelijk over proberen te vertellen. Mocht je benieuwd zijn naar deze nieuwe producten, kijk dan zeker even gezellig mee bij deze video. Er is een nieuw product voor de wenkbrauwen en dat is de Eyebrow Pen. En deze is semi-permanent. Het is deze pen. Ik heb hem in de kleur 030 Medium Brown. Dit is een pen met drie punten. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is, maar hij heeft dus drie puntjes. En hiermee zou je dus je wenkbrauwen heel makkelijk kunnen bijwerken. En het zou dus semi-permanent zijn. Ik weet niet of het, ja, semi-permanent vind ik altijd een beetje eng. Want ja, stel je voor, het ziet er niet mooi uit. Dan zou het dus heel erg lang in je wenkbrauwen blijven hangen. Nou, is het vaak, valt het wel een beetje tegen, want ze hebben wel eens vaker van die semi-permanente producten gehad. Maar zo'n product met van die drie puntjes heb ik nog niet eerder gehad. Je kunt het wel heel makkelijk verwijderen met een make-up remover, zie ik staan. Maar hiermee zou je dus gewoon je wenkbrauwen perfect kunnen bijwerken. Dus dat is deze eyebrow pen. Hij is verkrijgbaar in verschillende kleuren. Dus dat is allereerst deze wenkbrauwpen. Dan heeft Essence mono oogschaduwtjes uitgebracht, een hele nieuwe lijn. En dat zijn deze kleine oogschaduwtjes. Allereerst heb ik hier de kleur 02 Shameless. Ze beloven hoge pigmentatie en ook nog eens lang te blijven zitten. Je kunt ze gecombineerd gebruiken, maar ook solo, zeg maar. Dus je hoeft, ja, je kunt kiezen wat je wil. Dit is een beetje een roze kleurtje, een beetje donkerroze. Ja, roze paars achter. Misschien komt hij op de camera meer paars over. Maar ik vond dit wel een leuk kleurtje. Ik vind het wel jammer dat ze hebben gekozen voor solo oogschaduws. Want, of mono oogschaduws eigenlijk. Want zo worden ze officieel genoemd. Want ik vind toch paletten vaak leuker. Omdat je wat meer kleurkeuze hebt. En je er net iets meer mee kan. Ja, ik gebruik niet heel veel mono oogschaduws, maar soms vind ik het wel handig. Dus daardoor heb ik toch wel twee kleurtjes gekozen. Dus dat is allereerst dan deze. En dan heb ik ook nog eentje met een shimmer, want ze zijn verkrijgbaar in matte en in shimmer tinten. En dit is de 01 Cat Poshy. Ja, en dit is een beetje een, ja, rood-roze-achtig kleurtje. Ik kan het niet heel makkelijk omschrijven, maar deze heeft dus een lichte shimmer erin zitten. Het ziet er wel heel mooi uit. Ik ben wel heel benieuwd of het ook echt heel erg lang blijft zitten. Dus dat is even de vraag. Maar ja, ik vond het wel twee leuke kleurtjes die ik wel wilde gaan proberen. Dan een mascara waar ik denk menig beautyliefhebber op heeft gewacht. Namelijk de Lash Princess False Lash Effect Mascara in waterproof variant. Deze is blauw, vind ik ook wel passen bij waterproof. Voor de rest is de huls eigenlijk helemaal hetzelfde. Ook dit komt helemaal overeen met de andere varianten van de Lash Princess mascaras. Maar deze is dus waterproof. Deze heeft een fiber borsteltje. En die ziet er dus zo uit. Dit soort borsteltjes vind ik wel fijn. Deze is gewoon van haartjes en niet van plastic. Ik hou niet van plastic borsteltjes, dus dat vind ik al wel heel erg positief. En met dit borsteltje beloop kun je dus eigenlijk een echte valse wimper-effect creëren. En hij zal ook nog eens heel veel volume geven, dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar het handige van deze is dus dat hij de sportsessies zou overleven. Maar regen en ja,
Je hoeft je dus met deze mascara minder druk te maken dat het gaat uitlopen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of hij echt het false lash effect gaat geven. En of het waterproof effect ook echt heel erg goed is. Maar dat is dus deze nieuwe false lash effect mascara waterproof van de Lash Princess lijn. Dan zijn er nieuwe nagellakjes uitgebracht. En deze komen in combinatie met een lipstick. Maar ik laat eerst even de nagellakjes zien. Dit zijn de This Is Me Gel Nail Polishes en dit zijn nude kleuren. Ze hebben 20 kleuren uitgebracht, dus eigenlijk voor elk huidtype is er een kleur die past. Dit zijn ze. Het zijn de potjes die we eigenlijk al wel kennen van de gewone gel mascara of nagellakjes. Ik raak helemaal in de war, jongens. Maar dit zijn dus allemaal nude kleurtjes. Dit is de Teen Naughty. Ze hebben gewoon zo'n borsteltje. Applicatortje vrij ja, dik. Dus ik denk dat je hier best wel je nagels goed mee kan aanbrengen. Er is geen nieuwe bezem topcoat voor uitgekomen. Dus ik denk dat deze in combinatie met de andere bezem topcoat gewoon prima zou werken. En hij belooft dus een gel shine effect. Dus allereerst dan dit kleurtje. Dan heb ik hem ook in de 04 Crazy. Het is een beetje een paarsachtig kleurtje. Dan de 13 Brave. En de 15 Fabulous. En de 02 Happy. Ja, ik heb wel een beetje voor de wat donkerdere nude kleurtjes gekozen. Ik zal even kijken of ik ze allemaal zo vast kan houden. Zodat je het een beetje kan zien. Want ja, ik ben niet van het echte hele nude. Deze is wel echt heel erg nude. Maar de andere zijn toch wat donkerder. Dat vind ik toch wat fijner. Maar ik ben wel benieuwd hoe deze nagellakjes zijn. Of ze blijven zitten. Hoe de dekking gaat zijn. Dus ja, ik vind het wel leuk bedacht. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dit de realiteit gaat werken, zeg maar. En dan ben ik toe aan de laatste producten. En dat zijn de This Is Me lipsticks. Dit zijn semi-matte lipsticks die ook weer voor iedere huidtype wel eentje bij zit die past. Want ze zijn ook weer verkrijgbaar in 20 kleuren. Ze beloven verder licht aan te voelen op je huid. En ook nog eens langhoudend te zijn en een hoge dekking. Dan heb ik allereerst de twee Happy. Nou, dan ga ik er gelijk ook even het nagellakje bij pakken, want dit is dus bijpassend. Even kijken of dat beetje... Dit is de 02 Happy. En dan is dit de bijpassende lipstick. Dat is deze. Dan heb ik de 04 Crazy. Dit was daar dus het nagellakje van. En dit is de lipstick. Dus het is allemaal bijpassend. En dat vind ik heel erg tof. Dan de 15 Fabulous. Even kijken hoor. Ik heb alles door elkaar liggen inmiddels. Niet handig. Dat was deze. Daar hoort dus dit kleurtje bij. Super tof. Dan heb ik de Teen Naughty. Dat was het lichte kleurtje. Ze ruiken ook wel echt super lekker. Dat is dus deze lipstick. En de laatste is dus de Dirty Brave. Dat was dit kleurtje. En daar hoort dus deze lipstick bij. Dus ik vind het wel heel tof dat het allemaal bijpassend is. Ik ben heel erg benieuwd hoe het ook in combinatie gaat staan. Ik ben weer heel erg benieuwd in ieder geval naar al deze nieuwe producten. Dan waren dit alweer de nieuwe producten van Essence die dus in het assortiment zijn gekomen. Zoals ik al vertelde, qua hoeveelheid producten is het niet heel erg veel. Maar omdat ze ervoor gekozen hebben om bijvoorbeeld 20 lipsticks uit te brengen, 20 nagellakjes. Ja, heb je best wel weer een collectie, maar je hebt niet heel veel keuze uit verschillende producten. En dat vond ik wel jammer. Maar ja, het lijkt mij ook best wel moeilijk voor een merk om elk jaar weer een... Of elk
ja, twee keer in het jaar een hele mooie collectie neer te zetten. Ik kan me voorstellen als je de ene keer een hele grote collectie doet, dat je de volgende keer ervoor kiest om een wat minder grote collectie te doen. Ik ben in ieder geval heel erg benieuwd naar deze producten en ik ga ze de komende tijd lekker testen. Ik ben heel erg benieuwd of jullie misschien al nieuwe producten uit deze lijnen hebben gescoord. Heb je misschien wat op je wishlist staan wat je heel graag zou willen proberen? Zit er een product bij waarvan je denkt, nou, daar zou ik graag wat meer over horen? Kan je dat altijd eventjes aangeven in de comments, want ik schrijf hier dus blog post over op mijn blog. Die link die staat ook in de beschrijving. En hier kun je dus lezen wat ik van producten vind. Uiteraard zullen ze ook nog langskomen op mijn YouTube kanaal. Maar dit is dan vaak gewoon in een video van vind ik het leuk, vind ik het niet leuk, zeg maar. Maar misschien vind je het leuk als ik ergens toch nog iets in een video test. Mag je het ook altijd even aangeven. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Als je even op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Abonneren kan heel makkelijk door op het rondje te drukken waar mijn gezicht in staat. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!